Wij liggen al bijna een jaar zeil op, een paar maandjes na vorig jaar. En we kregen de reactie en de vraag van, hey, kunnen we niet iets buiten gaan sporten? En dat idee was vorig jaar al, zeg maar, is dat geboren. En toen zijn wij aan het uitwerken gegaan en we hadden zoiets van, nou, alleen een zandbakje er neerleggen, dat vinden we eigenlijk niks. Als we het dan doen, ja, dan doen we dat, proberen we dat ook wel op een leuke manier te doen. En aan de hand daarvan is het idee ontstaan om voor deze hele zomer lang, tot eind augustus, bij ons hier op de parkeerplaats bij de Rayal, een beachpark neer te leggen. Waar jong en oud van allerlei buiten, lekker in de gezonde lucht, zonder corona, lekker zijn gang kan gaan en van allerlei sporten kan beoefenen. We hebben van alles en nog wat, met name twee beachvelden waarop beachvolleybal, beachvoetbal, handbal, korfbal, beachbadminton, tennis. Daar kan alles op gedaan worden. We hebben gooitjes, we hebben netten, we hebben alle materialen. Zodat de mensen dat eigenlijk in principe zelf niet mee hoeven te brengen, maar dat ze gewoon lekker vooruit kunnen. En uiteraard hebben we ook aan de jeugd gedacht, want we hebben een trampoline staan, er staat een tafeltennistafel, er staat een tafel voetbal, er hangen twee dartborden buiten en helemaal achter op het park ligt zelfs een judoboelbaan, zodat ook de oudjes bij ons lekker kunnen genieten. En dat in combinatie met een leuk terrasje en wat gezellig vertier, denk ik dat we hier een heel leuk zeg maar plein hebben en een park hebben. Waar heel veel mensen, zeker als het mooi weer is, bij ons deze zomer heerlijk kunnen genieten. De hele regio is bij ons van harte welkom. In kleine groepjes kunnen ze al een veldje reserveren. De andere attributen die zijn gewoon vrij voor te gebruiken. Je mag jong en oud gebruik van maken. De veldjes die verhuren we. En de kosten daarvan die zijn €30 per uur. Maar ja, als je al met 4 mensen komt, dan krijg je daar 8 consumpties bij. Dus voor €7,50 inclusief 2 consumpties ben je al lekker een uurtje bezig. Nou, die respons die begint langzaam te komen. Vanaf vandaag, is 5 juni, is zeg maar het hele land alweer ruimer versoepeld. Buiten zijn de sportverenigingen nog weliswaar toch wel actief. Maar ja, dat loopt nu richting de vakantietijd ook allemaal ten einde. En we merken steeds meer dat er vraag komt vanuit kleine clubjes die al gereserveerd hebben, maar ook verenigingen die hier een afsluitingsdag komen houden en zelfs bedrijven die zeg maar hun vakantieborrel hier zo meteen komen houden met een leuk arrangementje erbij. We hebben een barbecue en we hebben een leuke menukaart en dus ja, voor ieder wat wils denk ik dat we te bieden hebben. Ja, het is vorig jaar toen al corona helaas er was. Toen heeft een van onze leden die heeft aangegeven van, hey, kunnen we niet iets buiten regelen, want we hebben al lang niet meer kunnen volleyballen. Nou, dat vonden we een goed idee. Dat is meteen met Harold ook van de Rayal is dat afgestemd. En toen hebben we dat samen helemaal uitgewerkt. Nou, dus dat is zo gebeurd, zo gedaan. En dat hebben we verder met Harold en met onze leden is dat helemaal uitgewerkt, opgebouwd en met dit als resultaat. Dus dan kunnen we lekker buiten ook volleyballen. Ja, er zijn verschillende afspraken gemaakt om ook in groepjes te gaan volleyen. En dan in combinatie met wat drinken en wat gezelligheid is dat eigenlijk ideaal zo voor de zomermaanden. Maar we hebben nog 1 dames niveaubouw competitieteam. 2 recreantenteams, 1 dames, 1 heren. Ah nee, 2 dames recreantenteams en nog een team van oudere dames die alleen trainen en gezellig samen hier ballen in de sporthal. Dus we hebben gekeken van ja, moeten we gaan samenwerken met andere sportverenigingen of andere volleybalteams in de regio. Maar uiteindelijk hebben we gezegd van nee, dat is ook niet ideaal. Dus we gaan gewoon als een gezellig klein clubje gaan we verder. En dat doen we nu al een paar jaar en dat bevalt eigenlijk iedereen wel prima. Dus wie weet, als ze hier lekker komen spelen en ballen, dan meld je aan, kom proberen. Zoals je ziet hebben we hier ook een prachtig terras. En zelfs, we hebben op ons terras 2 tv-schermen hangen. Want we gaan een hele mooie sportzomer tegemoet. Niet alleen hier bij ons op het park, maar ook de profsporten komen dit jaar echt volop aan de bak met Olympische Spelen met, zoals je ziet op de tv, de Formule 1, maar ook het EK voetbal, de Olympische Spelen, de Tour de France.
Dus ja, ook hier bij ons op het terras kun je prachtig tv kijken onder het genot van een heerlijk stukje vertier.